Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We gaan vandaag verder met de studie over het Matthäus-evangelie. Ondertussen zijn we aan het laatste hoofdstuk gekomen. Hierna zal dan het Bijbelboek Exodus aan de beurt komen. Zo gaan we, afwisselend tussen het Oude en Nieuwe Testament, de ganse Bijbel door in vijf jaar tijd. De vorige keer eindigden we met de kruisdood van de Heer Jezus. Drie uur lang was het donker. Hij, die het licht in de wereld kwam brengen, werd door mensenhanden gedood. Een donker moment in de geschiedenis. Tot op het einde werd hij belachelijk gemaakt en uitgedaagd om van het kruis af te komen. We kunnen ons niet voorstellen wat er die uur door hem heen gegaan is. Maar zijn liefde zorgde ervoor dat hij volhield. Om jou en mij te kunnen redden, doorstond hij die lange uren. Niet de spijkers, maar zijn liefde hield hem aan het kruis. Daar zijn eigenlijk geen woorden meer voor, daar past alleen stille bewondering. Vandaag eindigen we met de overwinning. Jezus bleef niet dood, hij stond op en leeft voor altijd. Met deze geweldige gebeurtenissen sluit Matthäus zijn evangelie af. Jezus' opstanding verbijsterde zijn vijanden. Ze weigerden te geloven. Zijn opstanding veranderde het leven van zijn volgelingen voor altijd. En nog steeds veranderen mensen wanneer ze geloven in de opstanding van Jezus Christus. We gaan nu verder met Matthäus 27 vanaf vers 50. In de vorige uitzending zijn we geëindigd met een beschrijving van het sterven van Jezus. Er was geen opstandigheid of wanhoop bij Jezus in deze laatste ogenblikken, wel gehoorzaamheid aan zijn roeping. Hij gaf de geest, betekent hij blies de laatste adem uit. Het benadrukt de vrijwillige daad van zijn sterven. Het uitblazen van de levensadem ging gepaard met een luide roep. Het is de tweede en laatste keer dat Matthäus melding maakt van een spreken van Jezus aan het kruis. Lucas vertaalt in Lucas 23, vers 46, wat Jezus riep: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Johannes geeft in Johannes 19, vers 30 nog een tweede woord dat de Heer gesproken heeft, namelijk: Het is volbracht. Jezus' opdracht, die hij van zijn vader ontvangen had, was ten einde. In zijn sterven voltooide hij het belangrijkste onderdeel van zijn roeping, zoals beschreven staat in Matthäus 20, vers 28. Dat de zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. In deze uitzending gaan we verder met de gebeurtenissen die na het sterven van de Heer Jezus gebeurden. Mattheüs 27, versen 51 tot en met 56. En zie: het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden, werkelijk, dit was Gods Zoon. En er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. Zij waren Jezus gevolgd van Galilea om Hem te dienen. Onder hen was Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jacobus en Johannes, en de moeder van de zonen van Zebedeus. Matthäus vermeldt in het vervolg een aantal tekenen die plaatsvonden aan het einde van de drie uur durende duisternis, op het moment van en direct na de dood van Jezus. In de eerste plaats scheurde het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden. Een dergelijke gebeurtenis, namelijk het vanzelf opengaan van de gesloten deuren van de Tempel, waarover onder andere Flavius Josephus vertaalt, werd opgevat als een voorteken van de verwoesting van de Tempel. Ook Matthäus heeft vanaf hoofdstuk 21 steeds duidelijker op het oordeel over de Tempel gewezen en dit in nauw verband gebracht met de dood van Jezus. Daarnaast was het scheuren van het voorhangsel van het Heilige der Heiligen een symbolisch teken van de nieuwe weg naar God. Door de dood van de Heer Jezus was deze weg nu voor iedereen open. Daarvoor was dat alleen een privilege van de hoge priester. Let erop dat het voorhangsel van boven naar beneden scheurde. Het kon dus niet door een mens gedaan zijn. Het gordijn beelde het lichaam van Christus uit. Toen zijn lichaam aan het kruis verscheurd werd, toen hij voor al onze zonden had betaald, werd een nieuwe weg naar Gods aanwezigheid geopend. Wij mogen nu, via Christus, direct naderen tot de troon van Gods genade. Het laat zien dat de enige weg naar God alleen via Zijn Zoon Jezus Christus mogelijk is. Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling Zijn leven gegeven heeft. De aardbeving, het scheuren van de rotsen en het opengaan van de graven staan in nauw verband met elkaar. Waarschijnlijk waren de laatste twee een gevolg van de aardbeving. Deze bovennatuurlijke verschijnselen worden zelfs door een Romeins legerofficier gezien als teken dat Jezus Gods zoon is. Hoeveel te meer zouden de Joodse omstanders bij het kruis hierdoor aangesproken moeten worden? Ze zouden hierdoor herinnerd moeten worden aan een gebeurtenis waar de directe aanwezigheid van God met dit soort verschijnselen gepaard ging. Ik wijs op Exodus 19, vers 18. Daar staat. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de heren er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig. Deze verschijnselen hadden hen net als toen bevend moeten maken voor de heerlijkheid van God. Helaas, zij waren te blind om het te zien. Details over de opgewekte doden die naar de stad komen kennen we niet. Helaas schrijft enkel Matthäus hierover, en hij beschrijft het bovendien niet uitgebreid. Let wel op dat de opstanding van deze heiligen niet direct gebeurde toen Jezus stierf, maar dat ze na zijn opstanding tevoorschijn kwamen. Zij konden hem niet voorgaan. Er staat ook niet dat alle ontslapen heiligen uit hun graven kwamen, maar er is sprake van veel. Wie waren die heiligen? Wat gebeurde er daarna met hen? Waar zijn ze nu? Zulke vragen zijn niet te beantwoorden. De Bijbel zwijgt erover. Ik geloof dat het zo gebeurd is. En dat het een bewijs is dat door de kruisdood van Jezus de macht van de dood overwonnen is. De profeet Ezekiel zei al dat het opwekken van doden een bewijs van Gods handelen is. Jezus heeft dat ook gedaan tijdens zijn leven. Matthäus 27 versen 57 tot en met 61. Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van Arimathea, van wie de naam Jozef was, en die ook zelf een discipel van Jezus was. Die ging naar Pilatus. En vroeg om het lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou worden. En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn linnen, en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt had. En nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had, hing hij weg. En daar waren Maria Magdalena en de andere Maria, die tegenover het graf zaten. Tot op deze gebeurtenis hebben wij niet geweten dat Jozef van Arimathea een volgeling van de Heer Jezus was. Het is interessant om te zien dat de gebeurtenissen rond het lijden en sterven van de Heer Jezus zijn leerlingen verstrooiden, maar dat anderen nu in de openbaarheid komen. Jozef van Arimathea kwam tevoorschijn en liet zien dat hij een volgeling van Jezus was. Als leerling van Jezus ging hij naar Pilatus om het lichaam van de Heer Jezus te vragen. Hij was niet alleen want Johannes vertelt dat Nicodemus hem geholpen heeft. Samen bereiden zij het begrafenis voor. Johannes 19, versen 39 en 40 En Nicodemus, die eerst nachts naar Jezus toegekomen was, kwam ook en bracht een mengsel van mieren en aloë mee, ongeveer 100 pond. Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnendoeken, met de specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven. Een andere opmerkelijke gebeurtenis met betrekking tot het sterven van de Heer Jezus was dat verschillende vrouwen bij het kruis bleven staan terwijl de leerlingen gevlucht waren. Matthäus 27, versen 62 tot en met 66. De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de fariseeën bij Pilatus bijeen en zeiden: Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft, toen hij nog leefde: Na drie dagen zal ik opgewekt worden. Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt, opdat zijn discipelen hem s'nachts misschien niet komen stelen, en tegen het volk zeggen: hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Pilatus zei tegen hen: Hier hebt u een wacht. Ga heen, beveilig het naar uw beste weten. Zij gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht, nadat ze de steen verzegeld hadden. Het valt op hoe eervol de geestelijke leiders Pilatus aanspreken. Met Heer. Maar hoe mijn nachten zij over Jezus spreken, deze verleider. Na al de wonderbaarlijke gebeurtenissen dringt het nog niet door dat men Jezus' plan niet kan aanpassen. Ook vandaag zie ik dat geregeld. De Bijbel verwittigt ons voor de toekomst. En toch denken mensen dat het wel anders zal verlopen. De overpriesters en de fariseeën herinneren zich blijkbaar wat Jezus gezegd had in Matthäus 12, vers 40. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was. Zo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Hun grootste zorg was echter het politieke gevaar dat daarin aanwezig was. Het is opmerkelijk dat de vijanden van de Heer Jezus zich die woorden herinneren en blijkbaar ook hebben begrepen, terwijl zijn vrienden, tot wie hij zoveel duidelijker over zijn opstanding had gesproken, ze niet begrepen. Pilatus welligt het verzoek om een grafbewaking in. Hij wil de Joden terwille zijn. Hij zegt. Hier hebt u een wacht. Ga heen, beveilig het naar uw beste weten. Uit zijn woorden schijnt ongeduld en een zekere ironie door. De overpriesters en de farizeeën gingen zelf mee. Ze gaven de wacht instructies en gingen pas weg nadat ze de steen verzegeld hadden. Het verzegelen gebeurde met een over de steen getrokken draad, die met een zegel aan de steen werd bevestigd. Zo verzekerden zij de veiligheid van het graf. De ironie in dit hele gebeuren kan moeilijk worden ontkend. Wat werd er een moeite gedaan om het graf van Jezus gesloten te houden? Een zware steen, een wacht en een zegel. Het leverde een geweldige bevestiging van de opstanding van de Heere Jezus. Het verslag van zijn opstanding lezen we in het laatste hoofdstuk van het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 28. In hoofdstuk 27 ging het over het sterven en de begrafenis van de Heere Jezus, en in hoofdstuk 28 over de opstanding. Beide zijn essentieel voor onze rechtvaardiging. God heeft Jezus voor onze zonden laten sterven en hem uit de dood laten terugkomen om ons rechtvaardig te verklaren. Het unieke feit van het evangelie is de opstanding van de Heer Jezus Christus. Alle andere godsdiensten laten het sterven van hun leider zien. Alleen in het christelijk geloof is de opstanding van zijn stichter beschreven. Alle andere godsdienstige leiders zijn gestorven. Alleen Jezus leeft. Geen van de vier evangeliën geeft een volledig verslag van de opstanding en alles wat eromheen gebeurd is. Wanneer we de vier verslagen samenvoegen, krijgen we het volgende totaalbeeld. Op de dag na de Sabbat gaan er drie vrouwen naar het graf. Maria van Magdala, Maria, de moeder van Jacobus, en Salome. Ze worden gevolgd door vrouwen met specerijen. De drie vrouwen zien dat de steen weggerold is en Maria Magdala gaat het Petrus en Johannes vertellen. Intussen zijn Maria, de moeder van Jacobus... Salome en de andere vrouwen bij het graf aangekomen. Zij zien de engel van de Heer bij het graf zitten. Ze gaan terug om de anderen op de hoogte te brengen. Nadat Petrus en Johannes door Maria Magdala gewaarschuwd zijn, komen zij bij het open graf, kijken in het graf en gaan weer naar huis. Ook Maria van Magdala keert bij het graf terug. Huilen buigt ze zich voorover en kijkt in het graf. Zij ziet op de plaats waar Jezus had gelegen twee engelen zitten. Toen ze achterom keek, zag ze de Heere Jezus. Intussen heeft Maria, de moeder van Jacobus, de vrouwen met de specerijen ontmoet en gaat met hen naar het graf. Daar ontmoeten ook zij de twee engelen. Zij ontvangen de boodschap van de engelen dat hij hier niet meer is, want hij leeft. Als ze onderweg zijn naar de leerlingen van Jezus, ontmoeten zij hem. Matthäus geeft opzienbare details over de opstanding. Matthäus 28, versen 1 tot en met 10. Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats. Want een engel van de heren, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. Zoals Gij gezegd heeft, kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft, en ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap. En zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei: Wees gegroet. Zij gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd. Ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan. En daar zullen zij mij zien. Jezus zegt hetzelfde als de engel gezegd had in vers 7. Het ging hier niet zozeer om zijn boodschap, maar meer om zijn verschijning. De Heer Jezus wilde de vrouwen ervan overtuigen dat hij dezelfde was als hun meester, die gestorven en begraven was. Het was voor hem de derde bevestiging dat Jezus was opgestaan. Met het Wees niet bevreesd wilde Jezus alle bangheid wegnemen. Zijn opstanding is een zaak van vreugde voor alle gelovigen. Daarna herhaalde en bevestigde hij de boodschap van de engel, namelijk de leerlingen te berichten dat zij naar Galilea moesten gaan. Matthäus 28, versen 11 tot en met 15 Terwijl zij onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En zij kwamen bijeen met de oudsten. En zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En zij zeiden, zeg, zijn discipelen zijn s'nachts gekomen en hebben hem gestolen, terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Terwijl de vrouwen nog onderweg waren, komen enkele soldaten van de wacht in de stad aan. Blijkbaar was de wacht na de verschijning van de engel naar alle kanten gevlucht. De soldaten gingen niet naar hun commandant, maar naar de overpriesters om hun alles wat er was voorgevallen te berichten. Dit is geheel in overeenstemming met het bevel van Pilatus. Pilatus had namelijk de wacht aan de overpriesters overgedragen en zij hadden deze bij het graf geplaatst na het graf verzegeld te hebben. We lezen dat de overpriesters samen met de oudsten verhaderden. Dat wijst erop dat we hier te maken hebben met een formele verhadering van het Sanhedrin. Hun poging om te voorkomen dat het lichaam van Jezus zou verdwijnen was mislukt. Nu zoeken ze naar een andere weg. De Hoge Raad besluit om de soldaten door omkoeping een leugen te laten vertellen. Wij moeten hier niet automatisch de conclusie trekken dat het Sanhedrin het verhaal van de soldaten geloofde. Sommigen waarschijnlijk wel, maar het was er hun vooral om te doen... Het verhaal dat het lichaam van Jezus was verdwenen uit de wereld te helpen. Dit in verband met het effect dat het bericht zou hebben op het volk. In Matthäus 27, vers 64, lazen we al wat ze daarover zeiden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Met andere woorden, als dat gebeurt, zijn de gevolgen niet te overzien. De bewakers kregen veel geld. Ze moesten vertellen dat ze in slaap gevallen waren. Het Sanhedrin wilde de soldaten de leugen laten verspreiden dat de leerlingen van Jezus nachts zijn lichaam hadden gestolen terwijl zij sliepen. Een dergelijk verhaal was niet bepaald eervol voor de soldaten en zou zelfs zeer kwalijke gevolgen kunnen hebben als de stadhouder het zou horen. Ze konden er zelf voor geëxecuteerd worden. Daarom gaven de overpriesters hun veel geld en de verzekering het voor hen op te nemen als de stadhouder het te weten kwam. De soldaten zijn de boodschap gaan verspreiden. Zo werd dit leugenachtige verhaal doorverteld onder de Joden, tot op de dag van vandaag. Dat wil zeggen, de tijd waarin Matthäus zijn evangelie schreef. Matthäus 28 versen 16 tot en met 20 En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Gun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen, tot de volleinding van de wereld. Amen. De elf discipelen, Judas was er niet meer bij, gingen naar Galilea, zoals de Engel en Jezus hun gezegd had. De Heer wilde de opdracht in Galilea aan zijn volgelingen meedelen. Dat geeft aan dat het onderwijs van de opgestane heer niet verandert, maar juist wordt voortgezet. Dat wordt bevestigd met de opdracht dat er moet onderwezen worden altijd te doen wat Jezus gezegd heeft. Toen de leerlingen Jezus zagen, vielen ze in aanbidding voor hem neer. Het neerknielen is hier het tegenovergestelde van twijfelen. Het is een eerbetoon en sluit het geloof in. Sommigen wisten niet wat zij ervan moesten denken. Deze reactie geeft aan hoe onbegrijpelijk en goddelijk het hele gebeuren rond de opstanding geweest is. Opvallend is wel dat zowel zij die twijfelen als zij die geloven Jezus' opdracht en belofte hebben ontvangen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zijn woorden die duidelijk herinneren aan Daniel 7, vers 14. Daar staat: Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronden gaan. De mensenzoon, die vernederd werd en moest lijden, ontving nu van God universele en eeuwige heerschappij. Naar de profetie van Daniel werd Jezus nu verhoogd en aangesteld als heerser en rechter van de wereld. Over deze verhoging heeft Jezus tijdens zijn leven verschillende keren gesproken. Nu blijkt dat zijn verhoging met zijn opstanding begonnen is. En Christus is de toekomst al begonnen. De opdracht in vers 19 is een gevolg van Jezus' nieuwe positie. Nu is er een nieuw tijdperk begonnen, waarin ook de volken zullen delen in het heil van de Messias. Met de verhoging van Jezus en de verkondiging van het Evangelie aan de Heidenen beginnen de Oud-testamentische profezieën zich te vervullen. Maar hun definitieve vervulling zal pas plaatsvinden met de wederkomst van Christus. Jezus sluit zijn korte toespraak af met een belofte: En zie. Ik ben met u al de dagen, tot de volleinding van de wereld. Amen. Met het laatste bedoelt Jezus de periode vanaf zijn opstanding tot aan het eind van de tegenwoordige wereld, bij de komst van de Mensenzoon in heerlijkheid. Deze opdracht van de Heer Jezus kan tot eenzijdigheden leiden. Het ene uiterste is dat men de grote opdracht als de enige opdracht aan de gemeente van Christus ziet. Het andere uiterste is dat men de grote opdracht beperkt tot de tijd van de leerlingen van Jezus. Dan zou het vandaag niet meer bij het programma van de kerk horen. Ik denk dat beide opvattingen onjuist zijn. De opdracht in Matthäus moet worden gezien in samenhang met de andere Bijbelboeken. De gemeente of kerk van Christus en ieder individuele gelovige is geroepen een getuige van Christus te zijn. Daarvoor zullen zij kracht ontvangen van boven, de Heilige Geest. De Heer belooft altijd bij ons te zijn, tot het einde van de tijd. In zijn kracht kan de grote opdracht van de verspreiding van zijn evangelie uitgevoerd worden. Daarmee eindigt het evangelie van Matthäus. In de volgende uitzending gaan we terug naar het Oude Testament en zullen we beginnen met de bespreking van het Bijbelboek Exodus. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchment en Ann Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.